gaat het dus gebeuren. Het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam. De allereerste Nederlandse versie van de wereldbefaamde TED-conferentie. TED staat voor Technology, Entertainment en Design. En de conferenties werden opgericht in 1984. En vanaf 1990 is het een jaarlijkse conferentie die in Amerika wordt gehouden. Waar alleen maar de crème de la crème van de denkers uit de wereld bij elkaar komen. Je komt er alleen maar op uitnodiging. Grote namen hebben er gestaan in Amerika. Al Gore, die heeft dus een praatje over klimaatsverandering verkocht. Bill Gates, die kwam er met ideeën om de wereld te verbeteren. En Bill Clinton heeft bijvoorbeeld een plan gelanceerd om Rwanda uit het slop te halen. Allerbeste van het allerbeste dus in Amerika, maar sinds dit jaar ook in Amsterdam. Organisator van TEDx Amsterdam is Jim Stolze, schrijver van het boek Hoe overleef ik mijn inbox? Jim onderzocht in 2008 de relatie tussen internet en geluk en ging een maand offline bij wijze van experiment. Een goede TED-talk wordt gekenmerkt door een idea worth spreading. Dat is ook het motto van TED. Het gaat erom dat je een idee hebt waar je passievol over kan spreken en een visie op de toekomst van jouw vakgebied of voor de hele wereld. Het is de bedoeling dat je het overbrengt, die passie, op het publiek. De sprekers worden zo gescreend of ze een beetje kunnen spreken. Je moet snel tot een goed punt komen, want je hebt maar 18 minuten. TEDx. En X staat dan voor Independently Organized. En dat betekent dat je op stedelijk niveau, Parijs, Melbourne, Tokio, ze zijn allemaal geweest. En nu dus ook Amsterdam. Er komen 20 sprekers, allemaal met een waanzinnig idee, grotendeels Nederlands, die met ons een idea worth spreading gaan delen. Deze zaken, Frans Timmermans, staat nu op het podium, de allereerste spreker van deze TEDx. U hoeft helemaal niks te missen vandaag, want we volgen alles voor u met onze camera's. We maken reportages, we hebben nieuwsflesjes, interviews met een groot aantal sprekers. In de zaal zitten ongeveer 500 mensen. Ze hebben echt moeten knokken voor een plaatje om hier binnen te zijn. Maar de sprekers zijn er dan ook wel naar. Wie zijn er allemaal? Timmermans dus, Jacob Gelddekker is er, technologieguru Kevin Kelly, Prinses Mabel van Oranje, Tony DiSanto van MTV, Wubbo Ockels en nog veel en veel en veel meer. Het belooft een spannende, leerzame, opwindende en heel enerverende dag te worden. En ik wens u heel veel plezier met de allereerste TEDx